Leden van fitnessclub Fits in Ede zamelden geld in voor de stichting Care voor Sri Lanka. De stichting is na de tsunami door oud-leden van de sportschool opgericht. Het geld gaat naar woningen, voedsel, onderwijs en het opzetten van kleine ondernemingen. Om de oud-leden die zelf in Sri Lanka wonen te steunen, staat één actie centraal. We roeien naar Sri Lanka al vanaf 15 november. En dat doen we eigenlijk om de kilometers te proberen te maken die over het water afgelegd zouden moeten worden. Ja, en hoeveel kilometers is het? Dat zijn 12.600 kilometers. En hoe houdt u dat bij? Dat wordt bijgehouden met de tellers op de conceptroeiers. En de mensen die kopen een roeikaart. En op die roeikaart kunnen zij, uiteraard voor het goede doel, kunnen zij die afstanden steeds laten noteren en steeds even af laten tekenen bij ons. En aan het eind gaan we het optellen. Wij hebben een prachtig blik met giften voor Sri Lanka. Daar komen ook steeds de giften van het roeien in, maar ook alle giften die gedaan worden voor alle andere activiteiten die deze week gaan plaatsvinden. En dat zijn er een heleboel. We hebben vanavond bijvoorbeeld de spinningmarathon. We hebben een foute uren muziek, dansfestijn. Die hebben allemaal prachtige namen gekregen. We hebben circuittrainingen, maar we gaan ook zelfs lunchen voor Sri Lanka en we hebben een hele gezellige slotavond. Ik ben nu veel fanatieker als normaal en dat ben ik al fanatiek. Dus ik vind het gewoon heel leuk. Ja, wat vindt u van de actie? Fantastisch. Heel leuk om dit soort acties te steunen. Vooral ook omdat het dichtbij is in de zin van mensen die bekend zijn bij de organisatie. En dat we ook weten dat het rechtstreeks daar naartoe gaat. Ik heb vanochtend nog een mail gekregen van ze, waarin ze volledig ontroerd waren dat we met z'n allen, en hier zitten ook heel veel leden bij die aan het roeien zijn zelfs nu, die deze mensen nog kennen van vroeger. Want ook deze leden hebben hier getraind al die jaren. We hadden in de tweede week van het roeifestijn al 90 deelnemers voor het roeien en bijna alle lessen zitten vol geboekt voor deze week. Dus ja, dat is fantastisch. Aan het eind van de actieweek bleek Sri Lanka niet gehaald te zijn. De leden hebben 2437 kilometer afgelegd. Wel werd het doel van 1500 euro voor de stichting Care voor Sri Lanka ruim gehaald.